Heel goedenavond, beste mensen, dames en heren. Ik begroet jullie hartelijk op onze huidige webinar van Unitsky String Technology. Graag wil ik me heel kort voorstellen. Mijn naam is Alexander Savanelli. Ik ben een leraar, muzikant en acteur van beroep. Tot nu toe heb ik een intense acteercarrière hier in België, Frankrijk en Duitsland gehad. En enkele maanden geleden begon ik samen te werken met mijn collega's van de communicatieteam van Unitsky String Technology. En we doen ons best om deze technologie verder te populariseren. Beste vrienden, sinds augustus gebruiken wij een nieuwe applicatie voor onze webinars. En ik wil me bij voorbaat verontschuldigen als die technische afwijkingen zou plaatsvinden, zoals het wegvallen van geluid tijdens de clips van YouTube. En onze technische dienst zal dit punt binnenkort zeker afronden, ben ik overtuigd. Dus ik zou onze huidige webinar willen starten, niet zoals gewoonlijk met de presentatie van Unitsky String Technology, maar een groot nieuws voor ons bedrijf. Vaak zeggen wij tegen onze collega's dat het soms beter één keer te zien als 100 keer gehoord te hebben, zoals het Russische spreekwoord zegt. De marketingsdienst van de ontwikkelaar van de stringtechnologie blijft zich nieuwe wegen onder de knie krijgen om ons project op het internet te promoten. Naar de quiz waren de afgelopen maand getuigen van de soort van zogenaamde hitparade van het nieuws. Wij hebben die populairste berichten van onze maand op het rijtje gezet. De CNN, een wereldgrootste mediakanaal, publiceerde een artikel over een transportsysteem van ons bedrijf. Met UST vervoer kunnen die mensen sneller in de staat komen en die zij willen 5 keer sneller doen dan met welk vervoer over dan ook. The Construction Week, een tijdschrift dat gespecialiseerd is in innovatie en bouwprojecten in de regio Midden-Oosten, heeft een groot artikel over ons project gepubliceerd. De publicatie verscheen ook op de social media kanalen. In een interview met een vertegenwoordiger van het innovatiecentrum van UST in Sharjah spreekt over de potentiële klanten, sporen, aanbouw en nieuwe modellen, rollend materiaal in de Emiraten worden verwacht. Wij bieden een korte parafrase van een publicatie aan, waarvan die origineel in de bijgaande illustraties kan worden bekeken. Stringtechnologie is in eerste plaats gericht op die landen waar de bevolkingsgroei en natuurlijke vraag naar vervoer doet ontstaan. Deze regio's zijn Afrika, het Midden-Oosten, Azië, India en Pakistan. Een centrum van UST bevindt zich in de Verenigde Arabische Emiraten. Om tweede belangrijkste reden, het is dichter bij klanten in India en Afrika. En het is in deze regio dat de technologieontwikkelaar zij die eerste commerciële project wil uitvoeren. Ja, inderdaad, in de afgelopen weken ons bedrijf heel regelmatig via YouTube en andere sociale media's over de hele wereld te zien is geweest. Dat betekent dat U-Sky Transport Technologie over de hele wereld wordt gevraagd. Dat zijn interessant niet alleen voor de mensen, maar ook voor de bedrijven en landen. Deze technologie biedt namelijk een oplossing voor de belangrijkste problemen van onze tijd, namelijk de verkeersdrukte. En van nog de belangrijker, U-Sky Transport oplossingen zijn veel goedkoper, veiliger en economischer dan traditionele transportoplossingen om te implementeren. Dus in deze post heb ik geprobeerd om een aantal video's te verzamelen van verschillende nieuwsagentschappen over de hele wereld, zoals CBC, NBC, Fox, NTV Deutschland, France 2 en verschillende nieuwskanalen. Verder, de Image Matrix editor Jurosen vertelde aan de Sky News Australia. Het beta-versie is al operationeel in de Verenigde Arabische Emiraten. Beste mensen, let alsjeblieft op het scherm. In een paar minuten zal ik een onderwerp kort in het Nederlands vertalen en zullen wij ons webinar voortzetten. Dank u.
Dus, dames en heren, we willen graag voorzitten. Dus ik heeft hen in particulier gezegd, een nieuwe vorm van vervoer kan de congestie in steden helpen verlichten door het gebruik te maken van high-tech pod aan het kabel zijn opgehangen. Het Wit-Russische bedrijf U-Sky is momenteel aan het testen, heeft bijgevoegd dat het high-tech pod zien van binnenuit als een business class wagen. Ze kunnen die tot 150 km per uur rijden in het tegenstelling tot een traditionele kabelbaan die met een lage snelheid beweegt. Het is mogelijk om meerdere machines tegelijkertijd operationeel te maken. 6 jaar geleden, in juli 2015, begon de bouw van de grootste ecotechnopark in Marina Gorka in Wit-Rusland. Voorheen was een groot tank die geheel met dieselolie gevuld was. Nu staat er niet alleen die innovatief centrum in plaats van de bomen en struiken, maar ook groeien ook de tuinen, lanen en bosjes. Heer Anatoly Yunitsky heeft tijdens de bouw de volgende speech gehouden. Laten we heel kort deze woorden in herinnering brengen. Ons project heet Ecotechnopark en Eco komt als eerste plaats. Het gaat om het herstel van het milieu, opnieuw de betere bodem en de betere tuinen om het leven te brengen, van die ons schoon voedsel zullen geven en de luchtwegen zullen veilig zijn. Ze zullen de grond op de tuinen niet verwoesten. Ze zullen geen levende wezens doden, omdat die bomen de grond vliegen en oppervlakte waarop die leven niet bereiken. Dus 6 jaar voor ontwikkeling, is dat genoeg of niet genoeg is geweest, vraagt hij. Natuurlijk, als men zich over de ongefundeerde beloften van sommige vrienden van ons bedrijf herinnert, die echt alleen om hun eigen welzijn dachten, zou ik graag zien dat die dingen sneller gebeuren. Maar aangezien de omvang van de taak en de resultaten die in zo korte tijd zijn bereikt bij de uitvoering van het wereldomvattend project als het toekomstige vervoer, zeggen wij met een gerust hart, dat is maar 6 jaar geleden, en feliciteren iedereen met een mijlpaal. Op 18 september 2021 zal de vierde internationale wetenschappelijke en technische conferentie Rocketless Industrialization of Deep Space plaatsvinden. De wetenschappers en onderzoekers zouden het vakgebieden engineering, ecologie, biologie, sociale, economische en politieke wetenschappen zullen bijeenkomen die met de actieve ontwikkeling van de diepe ruimte bijdragen. Het zal plaatsvinden in Marina Gorka, dat is 60 kilometer van Minsk, op het grondgebied van Ecotechnopark. De officiële middelen van Ecomir-programma zijn het milieu, sociaal, demografische, humanitaire en andere wereldproblemen van de mensheid op te lossen met een gedeelte van de aardse industrie en de risico-inhoud voor het milieu over te brengen naar de ruimte. De organisatoren van dit project zijn de Astro Engineering Technologies en String Technologies, wetenschappelijke partner en de Wit-Russische Staatsuniversiteit voor Vervoer. De auteur, Anatoly Eduardovich Yunitsky, zal informatie presenteren over de technologieën die nodig zijn voor de complexe oplossing van de ecologische problemen van onze planeet, die overleven de gedeeltelijke ontwikkeling van de mensheid. De vertegenwoordigers van Wit-Rusland, Oekraïne, Rusland, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Canada, Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië en zo verder en zo voort zullen aan dit evenement deelnemen. Het lijkt erop dat in de media van het Midden-Oosten de Yunitsky String Technology project blijft een onderwerp nummer 1. En de Gulf News is een artikel verschenen van de hand van de heer Angel Tesorero. Dat is een serieuze verslaggever van de populaire nieuwsverkooppoot met de titel Sharjah wil die eerste staat worden met een hoge snelheidsmodule in de lucht. Dat handelt over de ontwikkeling van de passagiers- en de vrachtvervoersysteem op basis van stringtransporttechnologie. Uiteraard bleef de testen van hangende transportsystemen in de onderzoekstechnologie- en innovatiepark niet onopgemerkt. Vervolgens laat de auteur de lezer kennismaken met de verschillen
tussen de hangende vervoerssystemen van de traditionele kabelbaan of de luchtruims en beschrijft het stringtransport en rollend materiaal. In een interview met een Gulf News zei de directeur van Sharjah Research and Technology Park, heer Hussein Al-Mahmoudi, de volgende. Wij hopen dat deze technologie kunnen in de toekomst commercialiseren en van de meest succesvolle in de regio van te maken. De Uniski Transport test momenteel verschillende passagiers- en goederentreinen. Wij vervoegen eraan dat het verschillende opties en locaties zijn voor de invoering van de nieuwe type verhoogd vervoerssysteem als onderdeel van een futuristisch staat om te vormen. We zijn ons allemaal bewust van de uitdagingen in verband met de verkeersstoppingen en mobiliteit. Wij geloven dat en de U-Sky-project zal bijdragen aan de mobiliteits- en infrastructuurstrategie van Sharjah. Verder gaat de auteur de kenmerken van het rollend materiaal, waarbij hij meer dan in detail ingaat, die prioritaire vrachtauto, de containers van 20 en 40 voet met eens gewicht tot 50 ton kan vervoeren met een snelheid van 36 km per uur. Die kunnen worden geladen en gelost met een portaal, brugkraan en reachtak. Ook op 6 juni bezocht de journalist van Engelstalige publicatie The National, heer Andy Scott, voor tweede keer een experimentele centrum van SkyWorld Community in de Sharjah en bereidde materiaal voor over de ontwikkeling van de hoge snelheidstransport in de Emiraten, gebaseerd op de resultaten van zijn bezoek. Hij schreef in het bijzonder dat Uniski Stream Technology gaat grootste belangstelling van over heel de wereld, maar vooral in de Emiraten, met enkele toonaangevende ontwikkelaars. Het alternatieve vervoerssysteem biedt veiligheid, comfort en betaalbaarheid. Het eerste commerciële project zal in september 2023 in de Verenigde Arabische Emiraten beschikbaar zijn en de bouw zal zeer binnenkort beginnen. Het verhoogde systeem werd in Minsk ontworpen door het bedrijf van Anatoly Yunitsky, een wetenschapper, lid van het Cosmonautencentrum en van de Russische Federatie. Een vrachtversie zou containers van 12 meter met hoge snelheid kunnen afleveren, zodat zware vrachtwagens kunnen worden verwijderd. Punten op het netwerk en hangende staalkabels zouden dienst doen als een woonruimte op kantoor, allemaal verbonden door staalkabels met een hoge sterkte. Het cabine bewegen zich onafhankelijk in plaats van het conventionele katrol systeem van een kabelbaan dat de snelheid ervan tot 15 km per uur beperkt is. Volgend het bedrijf maakt deze technologie hoge snelheidsverkeer tussen de steden mogelijk tegen een fractie van de kosten van andere reguliere vervoerssystemen minder dan $200 per meter. Het bedrijf heeft 600 ingenieurs die een testlocatie in Wit-Rusland in het ecotechnopark van Marina Gorka exploiteren, waar 5 andere 800 meter lange banen in werking zijn. Het langere testbaan in Sharjah zal 2,4 kilometer lang zijn met 8 uit elkaar geplaatste stallen, ondersteuning en betonen structuren in, die elk uiteindende verankeren. Die kosten van aanleg hangen grotendeels af van de potentiële passagiersstroom en de afgewerkt netwerk natuurlijk. Andy Scott heeft ook bijgevoegd dat een passagierslijn waarschijnlijk eerder zal worden aangelegd dan een goederendienst. Dat geeft ons in de voordeel om de concurreren met andere vervoerssystemen, omdat het financieel haalbaarder zal zijn. De Emiraten is onze basis. Het is het meest veelbelovende land voor onze technologie en we hebben veel steun in Sharjah. Dit is niet zomaar een vervoerssysteem, maar een milieuvriendelijke oplossing voor de wereld die toch al overbelast is door het verkeer. De ecologische voetafdruk van de pots is ook kleiner dan de gewone treinreizen, aangezien de elektrische reservebatterijen gedeeltelijk worden gevoerd door de hernieuwbare energie. Haalbaarheidsstudies over de kosten van het vervoer van de goederen en het netwerk
zijn geraamd op $1 op 100 ton voor elke afgelegde kilometer. Op 21 april hield je hoofd van de regio en algemeen directeur van Sharjah Research and Technology Park, heer Hussein Mohammed Al-Mahoudi, de eerste internationale webinar waar het Uniski String Technologie aankondigde. Hij zei in bijzonder: hier zijn enkele schitterende voorbeelden van onze technologieën die wij hier in Sharjah ontwikkeld hebben. We zijn zeer trots dat we het grootste innovatiecentrum voor vervoer en logistiek ter wereld hebben. We zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de technologieën en van de volgende generatie in de heel Midden-Oosten deze regio gepromoot zullen worden. Dankzij onze samenwerking met Unitsky String Technology hebben wij de Eco House gebouwd. Dat is een van zo'n belangrijkste verwezenlijkingen. Wij werken met UST samen op 4 belangrijke hoofdgebieden en commercialisering, ondernemerschap, wetenschappelijke ontwikkeling en werkgelegenheid. Wij zijn overtuigd dat eerst en vooral moeten wij de innovatie van de menselijke kapitaal ontwikkelen om een sterke band op te bouwen met universitaire wereld en academische instellingen. Al deze voordelen hebben een heel groot impact op het milieu, aangezien dat commerciële gebouwen gemiddeld 30% van de energie wordt verspild, kan de toepassing van IT-technologieën van energiegebruik optimaliseren. Een klare voorbeeld daarvoor is een Unitsky String Technologie die geen uitstoot heeft en voert uit grote besparingen op operationele kosten voor toekomstige vervoerstechnologieën. Alexei Savin is algemeen directeur van SW Plant Ltd. Is een bedrijf die voor ons, voor Unitsky String Technology, een apparatuur verwaardigt. Zij vervolgens in het interview: we proberen de productie uit te rusten met de modernste apparatuur. We volgen de wereldnieuwigheden in bezoeken tentoonstellingen. Alhoewel, sommige landen zijn dicht en tentoonstellingen wegens de pandemie zijn spijtig genoeg afgelast, proberen wij de vooruitgang in de technologie en de verwerkingsapparatuur online te volgen. Wij hebben deskundigheid op het gebied van lassen, metaalsnijden, lasersnijden, metaalbewerking, verwijdering van de kunst elektrische aandrijvingen, batterijen, omvormers van de gieten en de polymerproducten. Er zijn 6 bewerkingscentra bij productie die geen analoog in Wit-Rusland heeft. Daarnaast beschikken wij over de 3D-printers waarop die onderdelen voor het interieur en exterieur van transport deels verwaardigen. De uitvinder van dit verbazingwekkend succesvolle project is een ingenieur, heel Anatoly Yunitsky. Jullie weten dat al. Het kostte hem 40 jaar hard werken om deze technologie voor onze gemeenschap te creëren en te ontwikkelen. In deze afgelopen 2 jaar heeft de SkyWorld Community de technologie gebruikt, testtrajecten, vrachtwagenwegen aangelegd en proeftrajecten en certificeringen uitgevoerd. Daarom heeft meneer Yunitsky zijn blik op het Midden-Oosten gericht, waar onze productie geografisch uitgebreid is. Vroeger hebben wij blokken en componenten apart ontworpen en wanneer wij die samenstelden, pasten ze qua vorm en afmetingen dikwijls niet bij elkaar, maar zodra zijn we die overgeschakeld op het 3D-platform, waren deze problemen volledig opgelost, want werd het mogelijk dat het gehele levenscyclus van de technologie te volgen, van schetsen, werktechnieken tot productie en bediening. Momenteel is het 3D-platform die enige instrument die een dergelijke aanpak mogelijk maakt. Het UST-systeem omvat de volgende maatregelen om het ongevallen te voorkomen en te elimineren. Bijvoorbeeld als gebruik van opbrandbare materialen in de passagiersmodule en beschikbaarheid van de noodventilatie en de nooduitgangen. Een belangrijk element van de veiligheid van Unitsky String Technology System zijn die technische oplossingen van de bijdrage tot het verhogen van de veiligheid en de rijdend vervoer. Deze oplossingen omvatten volgende 3 systemen. Het systeem tegen de ontsporing dat bestaat
uit drie elkaar overlapende subsystemen. Deze duplicatie vermindert het risico van het ongeval als een van de subsystemen buiten werking raakt. Als voorbeeld. De remsystemen, dat is nooit gebeurd natuurlijk, maar dat is een voorbeeld. De remsystemen met een primair circuit en de backup circuit. De noordcircuit levert tenminste 50% van maximale remkracht van een bedrijfssysteem. Dus, heel kort, hoe werkt stringtransport van ons bedrijf? Laten we in elke voorbeelden bekijken. De voertuigen zijn gemaakt van een zeer licht polycarbonaat, uitgerust met een elektrisch motor en ook ultralicht is. Het gebruik van zonnepanelen, windenergie, maar ook gewone elektriciteit om te draaien. De verplaatsing wordt vergemakkelijkt door de staalkabels met een hoge sterkte, zelfs op een zeer hoge en heffende grond. Dat kan worden vergeleken met een snaar van een gitaar die je goed vastziet. De stringtransport is een revolutionair systeem waarmee een groot aantal mensen, maar ook vracht, in een superveilige en efficiënte manier kan worden vervoerd. Het is een zeer interessant transportmiddel voor zowel een lokale, maar ook de internationale logistiek. Ik wil nogmaals bevestigen dat de technologie zeer succesvol kan worden, toegepast kan worden in de hoogberggebieden zoals Zwitserland, zoals Zuid van Frankrijk, zoals in Oostenrijk, maar ook in laagvlakten zoals in België en Nederland. De innovatie van de SkyWorld community ligt niet ontwerpkenmerken van de spoorstructuren in de automatische besturingssysteem gebaseerd op kunstmatige intelligentie, de zogenaamde artificial intelligence. De totale engineeringoplossingen van het bedrijf verlagen de bouw- en exploitatiekosten van het transportsysteem met meer dan een derde in vergelijking met een conventionele monorail, de helft in vergelijking met een spoorweg en de 5 keer minder in vergelijking met een gewone autosnelweg. Dus deze technologie heeft heel groot potentieel. De infrastructuur van de steden kan immers volledig worden omgevormd in een zogenaamde lineaire en stedelijke infrastructuur. Bovendien is dit systeem zeer milieuvriendelijk en maakt in veel schonere steden mogelijk te leven als we vandaag hebben, dankzij de sterkte van de staaldraden die door heel hoog gekwalificeerde ingenieurs zijn ontworpen, is geen sprake het leven van de passagiers in gevaar te brengen. Dankzij een intelligent controlesysteem, want speciaal voor dit voertuig is ontworpen, hebben zich tijdens de testrit tot nu toe geen ongevallen voorgegaan. De voertuigen zijn zeer flexibel. Ze kunnen zich onder de alle omstandigheden vrij bewegen. Ze zijn hitterbestendig, kunnen over het water, over de rotsschalige wegen en veroorzaken nooit en verkort stoppingen. Dit is alles komt doordat die voertuig zich over het oppervlak beweegt dankzij de automatische besturing. De windmolen en de zonnepanelen worden gebruikt om energie op te wekken. Efficiënte elektromotoren verbruiken een minimale hoeveelheid van energie, wat aanzienlijke besparingen mogelijk maakt. Die unieke voordelen van het transportsysteem, ontwikkeld door de Unisci String Technology, maken het mogelijk geïntegreerd gebruik te maken van de geavanceerde vervoer einden zoals het gebied van elektrisch, snel en milieuvriendelijk vervoer. Naast de commerciële voordelen zijn de meerlagige engineeringsoplossingen van het bedrijf in het regio gericht op 3 industriële doelstellingen. Ten eerste maken zij toename van het goederen- en personenverkeer in bestaande steden mogelijk zonder dat bestaande infrastructuur wordt aangetast. Ten tweede maken ze het mogelijk om met goederenstroom tussen de mogelijk bereikbare productiegebieden, industriële centra's, afgelegen vervoersknooppunten zoals luchthavens, logistieke centra's enzovoort te verbinden en te optimaliseren zonder extra terminals te bouwen. En een derde biedt de oplossing van het bedrijf een milieuvriendelijke transportverbinding zonder vervoering met een minimaal aan lawaai voor het regio's met hoge milieueisen waar het industriële impact op het milieu verboden of beperkt is.
het hoge snelheids... en nu wil ik heel graag, dames en heren, die verschillende modellen te lijsten. We beginnen met hoge snelheid voertuig U4 362, die we kan met 500 km per uur passagiers te vervoeren op het viaduct met de vaagwerk. Hij wordt aangedreven door een elektrische tractiemotor. Die wordt gevoed door een contactcircuit, door een energieopsparingssysteem aan boord. Hij wordt gebruikt als onderdeel van vervoers- en infrastructuurcomplex in vervoersverbindingen op het intercity of het internationale routes tot stand te brengen. De cabine heeft zes zitplaatsen uitgerust met een entertainingssysteem voor de passagiers en de carrosserie heeft een apart compartiment voor de bagage. Tweede voertuig noemt Unitrak U431 en is ontworpen voor het vervoer van bulkgoederen en de gevaarlijke vloeistoffen, bederfelijke waren en stukgoederen. Hij wordt aangedreven door een tractiemotor die wordt gevoerd door een contactcircuit op het energieopslagsysteem aan boord. De Uniwagen kan automatisch worden geladen en gelost. Het wordt gebruikt met vervoers- en infrastructuurcomplexen voor de werking in de industriële installaties in de infrastructuur van havens, mijnen, op het wegen, in de steden en de voorsteden. Volgende model noemt U4-210. Dat is een voertuig met standaarduitrusting voor het gebruik voor infrastructuurcomplexen voor het gebruik van stedelijke en voorstedelijke wegen. De totale capaciteit van het voertuig is van 14 personen, inclusief 2 zitplaatsen. Hij wordt aangedreven door de tractiemotor die wordt gevoed en een contactcircuit op het energieopslagsysteem aan boord. Op basis van dit voertuig zijn een aantal modificaties ontwikkeld en een single pod met een grotere capaciteit en vergrotere cabine, samengestelde voertuigen op het basis van een enkel voertuig en de mogelijkheid zich tot trein te vormen. Zoals heb ik gezegd, heeft Anatoly Yunitskiy zijn blik op het Midden-Oosten aangericht. Van het tempo waarin de Sharjah Innovatie en Progressive Technology Park zich ontwikkelt, is gewoon onvoorstelbaar, dames en heren. Dat begint een technologische revolutie en wij zijn een van de leiders daarvan. Laat mij kort het tropisch model voorstellen. Bij de ontwikkeling van het Unicar Tropical U4-431 is rekening gehouden met de klimatologische bijzonderheden van het Midden-Oosten, waar de operatie is uitgevoerd. Deze noviteit is onderscheid zich door het dubbel airconditioning systeem, hydraulische vijvering en het dubbel koelsysteem, meer energieopslag aan boord, een verbeterd koelsysteem en VIP-cabine vergelijkbaar met een business-class wagens. En dankzij de betrouwbaarheid en de hoge prestaties van de ruime keuze aan opties, maar ook de eenvoud en lage materiaalverbruik van de voertuigsinfrastructuur, kunnen de verschillende modellen van onze gemeenschap een universele oplossing worden voor het aantal vervoersproblemen, zoals het organiseren van het vervoer van de goederen en personen in afgelegen gebieden en regio's met moeilijke klimatologische omstandigheden. De aanleg van de nieuwe weg in de Verenigde Arabische Emiraten is een uitstekend voorbeeld ervan. Nu, beste vrienden, zou ik heel kort willen vertellen over de verwezenlijkingen in ons bedrijf in verschillende delen van de wereld. We beginnen met Vietnam. Dus we zijn heel trots te kunnen meedelen dat de lid van de raad van bestuur van Yunitskiy String Technology, heer Vladimir Maslov, en heer František Sola zijn teruggekomen van de zakenreis in Vietnam, waar ze vertegenwoordigers van vele Vietnamese bedrijven hebben ontmoet en de ontwikkeling van de UST in het land hebben besproken. De bestuurders hebben besprekingen gevoerd met de vertegenwoordigers van de ThinkPad Company, die van plan zijn en de landingsbaan van 3 kilometer naar Loi An Pagoda aan te leggen.
Als resultaat van deze bijeenkomst werd een overeenkomst ondertekend tot oprichting van de joint venture company die Viet Transnet Ltd. Noemt, ter ondersteuning van de ontwikkeling van de toekomstige projecten in Vietnam en ter verkrijging van de goedkeuring en de investitieactiviteiten in de vervoerssector. Zodra de voorbereidingen van het voorontwerp zijn voltooid, zal het project worden overgedragen aan UST voor verdere werkzaamheden. Er werd ook een vergadering gehouden met partners die het informatiecentrum hebben opgezet. Dat is uitmaakt deel van Vietnamese Vereniging van Creatieve Werkers. De vereniging werkt nauw samen met de wetenschappelijke organisatie VUSTA, met steun van het ministerie van Wetenschap en Technologie. Dit betekent dat het project nu is officieel kanaal beschikt voor de verspreiding van informatie en de technologie van UST. Beste partners, nu wil ik heel graag, heel kort, jullie een Olga Veronica voorstellen. Dat is een heel actieve lid van ons en van onze partnerschapsprogramma in de Dominicaanse Republiek. Zij heeft aandacht gebracht voor ons systeem en heeft in de verschillende televisieprogramma's uitgelegd hoe ons project kan ondersteund worden. Bovendien heeft vertegenwoordiger van verschillende provincies en burgemeester van provincie de La Romana ontmoet, de voorzitter van de Nationale Raad van Klimaatverandering van de Dominicaanse Republiek. Olga besprak ook de politici over de vooruitzichten van de uitvoering van SVC-vervoer in het land. Zij organiseerde 4 offline presentaties in Santo Domingo, de hoofdstad van de Dominicaanse Republiek, die in totaal tot 90 mensen werden bezocht. Dit werd grotendeels bereikt via de publicaties in de media, televisieoptredens, ontmoetingen en met politici. De versterking van onze posities van het Midden-Oosten is de belangrijkste tendens van dit jaar. Onze technologie is officieel gepresenteerd als een potentieel voor de uitvoering van het infrastructuurontwikkelingsplan van Dubai door het minister van Vervoer. Dit project omvat een stedelijk vervoerssysteem met onze technologie. Moet dat 21 stations met 15 kilometer weg aangelegd. Ik wil ook graag onderlijnen dat zijn hoogheid Sheikh Sultan bin Mohammed Al-Qassimi en de groot lid van het federale rechtshof heeft het innovatiecentrum bezocht en goedgekeurd. Deze gebeurtenis is breed uitgezonden in media van de Emiraten. Tijdens de vergadering werd bijzondere aandacht besteed aan de spoorstructuren, verankeringen en de tussenpunten voor de bepaalde belastingen en wordt daarvoor uitgegaan. Tijdens hun normale werking kunnen die heel lang niet beschadigd worden. Praktisch, die kunnen 100 jaar werken. We voeren de regelmatige testritjes niet alleen de Ecotechnopark in Wit-Rusland, maar ook in Sharjah. Onze bovengrondse spoorstructuren zijn functieoverschrijdend. Dat betekent dat die kunnen gebruikt worden in de verschillende landen onder verschillende klimatologische omstandigheden van min 50 tot plus 60. Nu wil ik heel graag jullie aandacht over blokkering van de Suezkanaal besteden. En dit heeft ons reeds lang bestaand probleem aan het licht gebracht. De logistieke operatoren die lang klaagden over de hoge kosten van de zeevervoer zijn ook overtuigd van hun onbetrouwbaarheid. De sluiting van het Suezkanaal, die ongeveer 30% van de wereldwijde containervervoer en 12% de wereldhandel heeft geleid tot een verlies van ongeveer $10 miljard per dag. Dat is stijging van olieprijzen bij 6% gedurende bijna een week. Dat is duidelijk dat een eenvoudige uitbreidingsproject van het kanaal zijn niet voldoende zijn. En daarom heeft ons ondernemen is een pionierisch geweest en wij hebben alternatieven aangeboden en dus als een transportoplossing voor het Suezkanaal. Zo zouden voorlopige schattingen van de kosten van de 100 kilometer lange elektrisch transportbaan van ons bedrijf dus
$10 million per kilometer kosten. Uiteraard, het rollend materiaal en laad- en losterminaal zijn niet meegerekend. Want dat is 5-6 keer minder. Dat is kosten van hele Suezkanaal zelf. Dus complex zou kunnen afleveren een gemiddelde snelheid van 80 km per uur. Dat is ook 6 keer sneller dan van een schip, bijvoorbeeld. De CEO, leider en, van de UST, mevrouw Nadia de Kozireva, heeft ons duidelijk verklaard dat de situatie van het Suezkanaal heeft ons duidelijk gemaakt dat logistiek van de wereldeconomie gediversifieerd moet worden. Graag dragen wij een versterking met onze innovatieve en transportoplossingen bij. Zoals jullie weten, onze technologie is wereldwijd gecertificeerd en auteursrechtelijk beschermd in meer dan 180 landen. Dat is een fenomenale prestatie. Praktisch in de hele wereld zijn wij bekend. Wij kunnen een mobiliteit in de steden van de toegankelijkheid in de vervoer verbeteren en verhogen. Laten wij Parijs en Brussel als voorbeeld nemen. De enkele reis tussen uw huis en kantoor kan tot 2 uur duren, aangezien de files, dagelijkse files. Maar met behulp van onze vervoer is deze reistijd gemakkelijk met helft kan verminderd worden. Voor het begin van dit jaar hebben we grote toename van verschillende modelgamma. Rollend materiaal met verhoogd draagvermogen. In totaal hebben wij 12 verschillende modellen uitgevoerd. En nu, dames en heren, wil ik heel graag een korte samenvatting geven om ons webinar langzaam af te ronden. Ik stel een gewone vraag. Wat is eigenlijk onze filosofie en waarom doen we dat alles? En wat is eigenlijk een SkyWorld community? Wat kan ons aanbieden? Dat is een oplossing voor de ecologische, sociaal-economische problemen die samenhangen met inefficiëntie van vervoer in onze tijden. Het is alomvattende oplossing voor de ontwikkeling in ontoegankelijke gebieden zoals bergen, jungles, zeebodem, tijgers, woestijn en zo verder. Dat is een oplossing dat die oplossing biedt voor de dringende problemen van de mensheid op het gebied van energievoorziening, uitbreiding van vervoerssysteem, milieuveiligheid, gezondheid, maar ook de ontwikkeling van de nieuwe gebieden en duurzame stadsontwikkeling. Dames en heren, gegarandeerd, wij moeten allemaal een beetje geduld hebben, omdat dit jaar en volgend jaar gaat zeker een zogenaamde overgangsperiode voor ons allemaal en voor ons bedrijf op de eerste plaats. Dat we, als we kijken naar de gebeurtenissen van de afgelopen jaren, een jaar eigenlijk, dan kunnen wij vaststellen dat voor ons allemaal het is absoluut niet gemakkelijk is geweest. Er vonden veel turbulente gebeurtenissen plaats. Dat was een coronavirus, dat was een lockdown. Dat is, heeft ons werk heel sterk geremd. En veel meer, maar ondanks alle scepties hierover, wij zijn met ons team en met jullie, met alle supporters, overtuigd dat onze technologie in de nabije toekomst wereldwijd zal ingevoerd worden. Het is een vervoersoplossing voor de toekomstige generaties. Als jullie vragen hebben, dames en heren, kunnen jullie die bronnen op onze officiële website raadplegen. Ik wens jullie alle beste om alle moeilijkheden op het weg naar de toekomst te overwinnen. Nog een keer wil ik mij excuseren als het technische probleem was met gelijk vandaag, maar hopelijk dat wordt volgende keer dat opgelost, zo snel mogelijk. We rekenen op het succes en de voorspoed van ons team met alle voordelen op onze planeet. Tot volgende zitting. Dank u. Dag.